giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We'll be running on along in the snow in a very, very How about the snow? It's so nice and cozy, I'm friends, and cozy are we. Na 7 uur, als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd voor Extra Weekend. Extra Weekend, 3FM. Kijk, het is Sinterklaas! En daar gaat ook zijn paard. Dan heb je dat kutpaard weer. Ja. Jij bent scherp vanavond, Gerard. Die mensen die hun vingers gesneden hebben vanavond mij vandaag. Extreem scherp, hè? Maar je weet, bij Extra Weekend zijn het mensen altijd aan twee kanten. Oeh, dat komt door ons allebei. Barbra Streisand. Extra Weekend. Ja. Zeer gevulde brievenbus. Dat hebben we wel eens geilig gezegd. Maar nu is het echt zo. We de gleuf zit tot aan de nok toe vol. Knoetjes, zomaar staat erop. Hallo Gerard, Michiel en Kimme. Hier een leuk cadeautje voor jullie. Gerard, tof dat je in het glazen huis zit. Oh ja, dat is waar ook. Moet ik ook binnenkort. Dat is helemaal vergeten. En veel succes. Goed uit. Hallo, Vendraai. Nee. We hebben dus allerlei cadeaus. Oh, dit is hier voor Chimmer. Kijk eens, voor jou. Wat is dit? Echt ingepakt in mijn hand? Oh, wat leuk. Dit is het Sinterklaas kapoentje. Gooi met in mijn schoentje. Gooi met in mijn laagje. Dank je, Sinterklaasje. Het is... Wat hebben we? Een panty. Moeten we eventjes bankoeverval draaien? Nou, zo voelt dat dus. Ik vind het wel een eye-opener, vind je niet? ik zie heel vaak hoe je eruit ziet. Toch een beetje af. Ik zie dat jij je bril eroverheen gedaan hebt. Maar god, ze zitten hier echt met een panty over hun hoofd. Ja, vind ik wel mooi. Op een gegeven moment. Nou, Jimmy, kijk eens. Nou, mij staat ook alles. Winter is voor. Als jij die BH even aantrekt, Jimmy. Hey, jongens, jullie hebben daar verstand van. Welke cupmaat is dit nou? Cupmaat? Het is een cupmaat, hè? Het gaat om borsten, Jimmy. En bij jouw geval is dat snel een wereldcup. Zijn van die dingen met van die tepels erop. Hij moet hoger. Er is een filmpje ontdekt op internet. Alleen, we hebben de geluiden ervan. Bert en Ernie doen dingen met elkaar waar wij niet van op de hoogte waren. Oh god. Wil je het horen? Het is shocking hoor, echt. Ja, shocking. Dus lieve kinderen, even de radio uit. Dit kan echt niet. Daar komt ie. Ik hou hem nu even met mijn vinger vast. Ja, hier juist, ja. Maar zo moet het dus staan? Dan weten we het zeker, mm-hmm. Ja. Ja, maar wacht, dus dan neem ik een goed, pijn. Ja, maar dan moet je die van... Ja. Maar ze zijn heel lekker. Ernie, denk je niet dat... Maar dat moet je niet zo doen, Ernie. Dat het... Ernie. Wacht, er is zo gebeurd. Hé, hey, hou op nou, dat doe je niet weer. Oké, nu... Ja, mensen. Backstage. Nou, dat is zo leuk, want Frans is binnen. Ja hoor, hij is binnen. Maar zo meteen doen we dan voor het show-element dat je nog hier binnenkomt. Officieel ben je nog niet binnen. Dit is de backstage, dus dat maakt geen reet uit. Voor het element in de show. Frans van Deursen! Frans van Deursen is hier! Ik ben er niet. De enige gast die zichzelf elke keer opnieuw uitnodigt. Hey, ja, iemand moet het doen. Je was net nog op de antenne. Oh ja? C1000. Ah! Mijn broodheer. Oude schnabbelaar. Wat verdient dat nou, hè? Want ik... Zeg, nou, die bij boerderij. Goed. Ja?
Wel, kan er een plaat van maken. Je kan er op, vandaar. Vind je het zo goed dat je er niet hoeft te winkelen? ik kan ze niet eens vinden. Je kan gewoon niet boodschappen. Geen idee. Niet bij mij in de buurt in ieder geval. Doordat je C1000 inspreekt, kun je bij de Albert Heijn boodschappen gaan doen. Hoppa. Ja, Heineken. Oké, ik heb Heineken, maar toch proost dan. Jij weet het. Proost. Nou, kom eraan met mijn fantaatje. Ik vind Gols niet lekker, kan ik niks aan doen. Ik krijg al het hoofdpijn van Heineken. Ja? Dus het enige van jou. Hoofdpijn van misschien moet je een fles openen gebruiken. Nou, ik heb toch met Gols. Oké, die was goed. Oh. 1, 2, 3. Plop. Ja! 0 Nagi. 1, 3, 3, 6. Hi. Dit hele pakket win je als je weet wie dit is. Nou, lijkt me duidelijk, hè. Hoef eigenlijk niks meer... Eén koppertje dit. Eén koppertje. Dat zijn er twee. Volgens mij zijn er twee, ja. Volgens mij draaien. Volgens mij draaien ook. Twee. Twee? Wauw, nou even een andere variant, hoor. Nog één. Het is een duo dus, voor alle duidelijkheid. Ja, dat is heel duidelijk te horen hier. Vooral de laatste. Nou, zal ik het origineel ook even doen? Doe maar. Wat is dit nou weer, joh? Het zijn echt twee door elkaar. Links en rechts. Power op links en Witteman op rechts? Nah, oh, heb ik dat voor gezegd? Oh. Nou, als jij weet... wie of wie dit zijn, dat zijn er twee namelijk, dat is een duo. Dan moet je onmiddellijk bellen met 09090-1336. Ik ben Haal! 09090-1336. Hallo met de radio. Goedenavond. Met? Met Gert. Gert! Nou Gert. Oh Gert. Zeg hem maar. Gooit eruit. Nou, ik dacht Jeroen Pauw en Paul Witteman. Jeroen Pauw en Paul Witteman? Hoe kom je daar nou bij? Ja, een vaag voorgevoel. Nou, laten we eens even luisteren of dat waar is. Hij zit vanmorgen met actuele gasten en in ieder geval gevaarlijk. Ja! Is hij, hij is al een tijdje hier. Ja, maar voor de show doen we voor de show nu is hij nu net binnen. Ja, we hebben een G, we hebben een A, we hebben een S, we hebben een T. Ja. We hebben een gast. In de studio, Frans van Deurzen. Frans van Deurzen. Frans, welkom. Doe je jas uit. Die ziet er nog een beetje een blosje op je wangen van de kou buiten. Hè? Ja, net binnen. Hè? Nou, zijn hele voorhoofd is beslagen. Een speciale ruitenwissersysteem voor. Is het heus? Hm? Hij heeft zijn bier al bijna op. Ik voorstel lang niet al binnen is. Frans, hoe is het, jongen? Het is goed. Wanneer was je hier voor het laatst? Weet je dat nog? Geen idee. Ik weet dat ik hier heb zitten mijmeren. Oh, wacht. Mijmeren? Ja, dat weet ik nog. Dat woord weet ik nog. Verder herinner ik me niet van die avond. We hebben het onthouden. 27 juni 2008. Oh ja. Oh, zo. Het is gewoon bijna 2,5 jaar geleden, Frans. 2,5 jaar. Het lijkt gisteren nog, hè? Nou, echt, hè? Ja. Ik breng volgende week mijn eerste echte eigen cd uit. Een cd uit? Kan die ook al? Ja, ook, ja, veelzijdig als ik ben. Ik heb eindelijk een plaat gemaakt. Maar hoe, want ik weet nog dat toen ik 2,5 jaar geleden hier was... zou ik een voorstelling maken. Ja, stond je op het punt om die voorstelling te doen. Nee, met materiaal van Tom Waits. Ja, ja. Dat had je het over, en dat, en ja. En toen heb ik hier nog geprobeerd om daar fondsen voor te werven. Is niet gelukt. Ja, heel dat gek. Waar, ja. Niemand. Is niet gelukt. Nee, niemand. Dus en, toen ben je die C1000-potje gaan inspreken. En toen kreeg je geld en daar heb je een cd van gemaakt. Nou, dat heeft wel geholpen. En, maar is, hoe is de cd ontvangen? Heb je hem al, is hij al gelanceerd? Geen idee. Hij wordt 1 december, dus aanstaande woensdag wordt hij gepresenteerd. Oeh, spannend. En is ook de release-datum. Dus hij is nog niet ontvangen. Oké. Hij is nog onbevlekt, zal ik maar zeggen. Wauw. Dus ik heb hem nog onbevlekt in mijn handen. Niemand heeft dit nog. Is dit een primeur? Dat is het over die helemaal. Dit is ook niet zoals hij eruit gaat zien, hè? Nee, dat ziet inderdaad niet uit. Ik zou hem zo niet uitbrengen als ik jou was. Want ik werd van de week gebeld door de drukker. Ik vond het als een gekke titelrecorder. Ik had hem eigenlijk vandaag zullen hebben. Goeie naam voor een album. Recordables. 36 recordables. Als je googelt op Google Images op Frans van Deurzen... Ja. En je scrolt iets naar beneden... wie zie je dan? Nou? Ron Brandsteder. Nee. Hoe kan dat nou? I kid you not. Dat kan niet. Kijk, dit is Frans van Deurzen, Google Images. Ron Brandsteder.
Steden. Kom je daar nou bij? Je ziet eerst wat Jamai, zie je ook. Maar je ziet ook een foto van dat je hier vorige keer was. Ja, leuk. En je ziet een foto van Shrek. Ja, ik ben de ezel. Ben je de ezel? Ik was de allereerste echte ezel. De Nederlandse Eddie Murphy. Ik was de echte eerste ezel. Daarna heeft Carlo Bossart het overgenomen. Ja, maar jij was I de eerste feel ezel. Your pain, brother. I feel your pain. Ja! Yeah. 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 Backstage, deel 2. Hatse vlats. God, Frans, denk je even relaxed, even een beetje nieuws? Nee en zo. Hoor, nee. Het gaat gewoon keihard door. Meteen weer keihard die antenne over. Hoewel, dit was alleen voor de kijkers. Dit is niet... Oh, wacht, ho. Oh, jij hoort Ning. Oh. Ja, hey! Ah, daar ben je. Ik hoorde je niet. Dit is alleen voor de kijkers. Waarschijnlijk hoorde je jezelf in een commercial. Oh. Ja, deze week een aanbieding, slaafinken. Wat prees ik aan? Ik gok slaafinken. Hoe lang doe je dat eigenlijk al? Het voice over van... In ieder geval het hele afgelopen jaar. Maar volgens mij daarvoor ook al even. Ik heb het niet bijgehouden. Rob Stenders! Rob Stenders. Jij kent ook iedereen, Rob. Ja, ik ben zo bekend, joh. Bij iedereen. Rob, ik volg de laatste tijd Californication. Ja. Met David Duchovny. Je gaat toch niet zeggen dat ik op die hoofdrolspeler lijk, hè? Ontzettend. Ja. Mag ik daar een mooi verhaal over vertellen? Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Een mooi verhaal van Rob Stenders. Evelien, die ken je van Show News. Die werkte vroeger hier. Vroeger? Ja, en die heeft ooit een legendarische uitspraak gedaan waar ik jaren pijn van gehad heb. De uitspraak, Rob, jeetje, lelijkheid went ook. Ja. En toen zei jij, maar wat heb ik te maken met jouw problemen, schat? Nee, zo alert was ik niet. Ik zei, Ik vind het zo onzin. Hard, hè? Maar, wacht nou even. Oh. Het heeft ook een happy ending. Ah, ja. Diezelfde Evelien heeft het dus, ook, ja, die heeft het dus ruim goed gemaakt. Door een keer te zeggen, Stenders, ik ga het nu goed met je maken. Je lijkt op die gozer van Californication. Nou ja, ik ging googlen, ik ging kijken. Ja, ik zie de verkeerde. Maar het was die man waar je het ook over hebt. De groot buitengeluiden. Ja hoor. Ja. Ja. Aspro 500 ruis. Dit gaat uit het raam, ja? Ja. Leuk, hè? Het is weer eens wat anders. Eén speaker gewoon, ja? Nou, we gaan eerst even bellen met de beveiliging. Oh, ja. Die moeten dan weer mensen tegenhouden. Ik hoop zo op... Is hij er niet? Het is even Dana. NPO Receptie, met Monique. Monique! Monique, zou je willen zeggen dat je Jean-Paul heet? Nee. Gewoon even NPO-receptie met Jean-Paul. Nee, dan moeten we wachten tot Jean-Paul hier zelf is. Nou, maar bellen we nog een keer. Nou, dat is niet Frans dus. Oh, dan gaat de kap. De kap gaat eraf. Anders doe je eerst even het netje om... Even kijken hoe het eerst het netje. Het is wel heel donker, hoor. Uit het raam. Maar dit was en nu komt de speaker. Nu komt de speaker. Het echte werk. 1, 2... Oh! Oh! Uit het raam. Hoor je, hij ging zo... Ja, hij kwam net langs de microfoon. Ik wil eigenlijk dat dingetje, dat maakte betere geluiden. Het netje. Ja, het netje was heftiger. Hey, Jan, zijn we hier van het... Zullen we en je hebt nu een hele kleine receptioniste, zag. Gewoon een mok naar beneden. Oh, God. Gewoon een porseleinen mok. Ja, ja. Gewoon omdat het kan. Even voor kracht zetten, hè. Oh. Ja, oh. Uit. Kennen jullie het woord tarros, trouwens? Wie? Tarros. Tarros? Nee, jij wel? Wat is het? Ik heb het ooit geleerd op de vrije school vroeger. Google maar, het is te ranzig om dat te gaan vertellen. Tarros? Ja, tarros. Ja, hoor, dat wil ik weten ook. Jelmer blaert nu in mijn oor wat het is. Wat ben je toch een ranzige jongen, Jelmer, dat je dat gadverdamme ook weer weet? Harde stukjes. Ja, heb je het, Michiel? Daar komt het eigenlijk op neer. Kom aan. 3FM presents Eurosonic Noorderslag. Ik wil naar huis. Jelmer Gussiklo, waarom weet je dit soort vuil spuiterij? Ja, maar hij weet nog veel meer. Oh god, dan komt er... Wat hij allemaal weet. Ik heb eerder vanavond al gezegd dat er geen enkele zoektocht is die niet vroeg of laat leidt naar een naakte vrouw. Ja, maar... Maar dat is dan uitgaande van het feit dat je je safe search uit hebt staan. Dus dat je ook gewoon 16 plus dingen... kom maar door. Maar dat wil ik niet doen als je op tarrels zoekt. Zeker niet bij afbeeldingen. Het geheime woord. Cindy! Mijn excuses voor mijn collega hier. Heb jij ook zo last van Cindy? Jim, waarom weet jij wat tarrels zijn? Het extra weekend. Mooi uitgelegd wel, hè? Geheime woord.
En ik heb het hopelijk niet krom geformuleerd. Eigenlijk hadden we het geheime woord moeten veranderen nu. Ja, dan maar. Nee, succes, Cindy. Je kan het, meid. Ben je echt aan het paardrijden? Ja, ik ben aan het paardrijden. Meen je niet, joh. Ja. Tim Knol komt ook, hè, bij Eurosonic. Met de slag. Nee. Hey, hey. Hallo. Hallo. Hey, ik ben nou even aan het rijden, maar ik had even een vraagje. Ja. Want ik kan niet op een woord komen. Okay. Zoals iemand de les lezen of zeggen, je moet dit doen, je moet dat doen. Duur woord, zeg maar. Een duur woord voor iemand de les lezen of je moet dit doen of dat doen? Ja, of duur, maar... Commanderen? Hoe? Commanderen? Nee, niet. Die niet? Nee, daar was ik zelf ook op gekomen, maar... Oh, Ja. Een duur woord of een moeilijke woord voor iemand te leslezen en te niet commanderen. Ja, het is, ja, commanderen, ja, maar dan ander woord. God, zit je dat serieus nou af te vragen, hè? Ja. Commanderen, de les lezen. Ja, weet ik niet. God, jeetje, je overvalt me een beetje. Ja. Oh ja, je moet me ermee helpen. Delegeren. Ja!